Weet je, die vijver die kan niet groot genoeg zijn, hè? Want je kan niet als enige artiest een dat kan je nooit trekken. Je hebt met z'n allen heb je dat vak. En dat is alleen maar mooi. Dat is gek. Maar zijn er niet nu heel veel artiesten? Nou, er zijn heel veel mensen die denken dat ze artiest zijn. Dat is een ander verhaal. En ja, dan moeten we ze helaas teleurstellen. Dat is gelukkig niet zo. Maar degene die er zijn, ja, dat, ja. Kijk, er zijn ook een heleboel goede artiesten in Nederland. En die draaien gewoon goed. Ja, een goede artiest is gewoon iemand die zijn werk goed doet zoals het moet. Goed je optreden neerzetten, vol enthousiasme ervoor gaan, geloofwaardig overkomen als artiest, met je fans bezig zijn, door weer en wind dag en nacht onderweg zijn, ook de zware kant van het vak. Ja, en als je alles bij elkaar neemt, dan zijn er maar weinig die dat aankunnen. En de goede artiesten kunnen dat. Wat is dit op een ogenblik belangrijk voor een Nederlands artiest? Nou ja, dat er goede platforms zijn in de media, zowel in de media als op podiums in het land waar we ons kunnen profileren, denk ik. TV-zenders zijn belangrijk, goede radiostations zijn belangrijk, ja, en zoveel mogelijk Nederlandstalig. Maar ja, goed, ik geloof dat we daar geen tekort meer aan hebben, want heel Nederland gaat plat voor Nederlandstalig. Dat is dan prachtig. Niet wel eens bang dat het te veel wordt? Ja, maar als het te veel wordt, dan blijven de goeie over en dan vallen de slechte artiesten vanzelf af. En dat klinkt lullig, want zo bedoel ik het niet, maar niet iedereen kan dit vak aan. Het is gewoon zo. Het is letterlijk een vak, het is een beroep. Er komt zo verschrikkelijk veel bij kijken bij een carrière van een zanger of een zangeres of een band. En de goeie blijven overeind.